In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Teddy. Zij heeft herpes genitalis. Club of kroeg? Club. Beflapje of condoom? Condoom. Wel of geen seks op de eerste date? Wel. Dokter of gynaecoloog? Gynaecoloog. Wel of niet schamen? Niet schamen. Wat is herpes genitalis eigenlijk? Het is een SOA. 1 op de 2 mensen die draagt het in hun lichaam. En het uitzicht op je huid, dus het kan bijvoorbeeld bij je lip zitten, dan noemen we het een koortslip. Of Het kan bij schaamstreek zitten, dan wordt het vaak gekenmerkt als herpes genitalis. Het is heel besmettelijk, dus je kunt het via bijvoorbeeld oraal contact aan elkaar geven. Dus als bijvoorbeeld iemand een koortslip heeft en jou zou beffen, dan zou je het daarvan kunnen krijgen. Wat is het dan te vergelijken met een koortslip alleen dan van onder? Ja, in grote lijnen wel. Er zit wel degelijk wat onderscheid in dat, als je het heel medisch gaat bekijken, dat er verschillende typen bestaan. Maar ja, een van de grootste fabeltjes is dat je het bijvoorbeeld via een wc-bureau zou kunnen krijgen. Dat is niet per se het geval. Maar dat je bijvoorbeeld hetzelfde glas gebruikt als iemand met een koortslip, dat je het dan zou kunnen krijgen, dan is dat wel zeker mogelijk. Maar komt dan ook herpes genitalis veel voor? Toen ik het aan de GGD vroeg, zeiden ze dat het ook echt wel schrikbarend veel mensen zijn die dat in Nederland hebben. Alleen ja, er wordt niet echt over gepraat. Maar misschien hebben dan dus ook heel veel mensen het maar zonder een hele heftige uitwerking. Dat kan. Ik denk ook dat er een soort van taboe op hangt. Want je praat niet over vieze dingetjes op je kut. Dat doe je niet. Of je gaat niet praten over bultjes op je piemel. Maar is het iets wat met je afweersysteem te maken heeft? Of? Ja, in een bepaalde manier wel. Op het moment dat ik merk dat ik een tijd bijvoorbeeld naar een festival ben geweest, dat ik daarna last heb van een beetje verlaagd weerstand, Dan heb ik wel echt zeker een grotere kans om het te krijgen. En sommige mensen krijgen de eerste keer misschien 1 blaasje, maar bij mij waren het er wel meerdere. En dat was wel echt de reden dat ik daarna ben bewust gaan worden van ja, ik moet misschien wel beter gaan letten op hoe ik bijvoorbeeld mijn vitamine en mijn mineralen binnen ga krijgen. Ja, maar hoe heb jij het gekregen? Ik heb het gekregen van iemand die me heeft gebeft. En diegene had een koortslip? Nou, eigenlijk niet. Of tenminste niet toen hij mij befte. Ik zag het niet. Dus dat was best wel raar, omdat je ineens nou, de weken erop ineens merkte dat er iets aan de hand was. En pas veel later hoorde ik van, ja, hij heeft een koortslip gekregen daarna. Hij heeft me ook nooit gebeld daarover of iets. Dus ik weet ook niet of hij er zo bewust was van dat hij dat aan mij had gegeven. Maar ik heb het daardoor wel gekregen. Want je kunt het ook in je lichaam al hebben. Omdat bijvoorbeeld je ouders het ooit hebben gehad, kun je het ook pas op veel latere leeftijd toch krijgen, zonder dat daar precies aan te wijzen is wie je dat heeft gegeven. Ja. Poeh, maar wat een heftige puzzel om dan te moeten weten dat het veilig is. Toch, want jij had dit dus ook nooit kunnen weten. Want ja, hij had geen zichtbare koortslip. Dus ja. En hoe lang geleden was dit? 4 jaar. Ja. Hoe kwam je erachter dat je herpes had? Dat er gewoon echt een soort van brandende pijn was. Dat was eigenlijk het voornaamste. En op een gegeven moment merkte ik ook, toen ik die dag aan het werk was, dat ik moeilijker kon lopen. En mijn collega die herkende die symptomen en zij zei, ik denk dat ik weet wat je hebt. Ik denk dat je ook gelijk naar de dokter moet gaan, want je hebt herpes. Was je ook niet super boos op degene die jou dit had gegeven? Ja, in eerste instantie wel. Als ik er nu op terugkijk, denk ik ook echt dat er een hele hoop dingen zijn geweest waardoor dit heeft plaatsgevonden. En ja, om dan boos op iemand te zijn, dat heeft uiteindelijk niet zoveel geholpen. Maar jij kon er toch eigenlijk ook niks aan doen? Want hij gaat jou beffen en je ziet niks. Ja, tuurlijk. Ja, dan is het toch gewoon klaar. Nee, maar ik denk dat dat ook heel lastig is als het moment dat een koortslip niet te zien is. Want als het te zien had, dan had ik hem ook kunnen vertellen van, hey, dat is misschien zo'n heel slim idee, want je hebt een zichtbare koortslip. Hoe voelde je je door de diagnose? Ja, heel erg kut en heel erg alleen. En ik denk dat echt een soort van golf van paniek en een soort van angst over me heen kwam van, hoe ga ik nu ooit nog een normaal leven leiden? Want wat maakte het dan zo erg? Want voelt het niet alsof je gewoon een SOA hebt? Nee. Nou ja, een gewone SOA. Ik denk dat dat ook heel lastig is, want er zijn zoveel verschillende SOA's. Ja. Ik denk dat als je chlamydia hebt en de dokter zegt, hier, neem een pilletje en over 3 dagen kun je weer seks hebben met iemand en dan is het over. Is iets anders dan dat de dokter nog tussen je benen zit te kijken en zegt, ja, je hebt dit wel voor altijd. En dan ik echt dacht van, ja. Wat? Want hoe ging dat toen die dagen daarna? Ja, die dagen daarna was ik voornamelijk heel erg depressief. Dus heel veel gehuild, heel veel mezelf ook soort van een beetje aflopen zonderen. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment een paar vriendinnen het had verteld wat er aan de hand was. Maar zij hadden ook niet echt helemaal door hoe erg dat voor me was. Want zij dachten gewoon van, ja, het is gewoon een herpes. Ik heb ook wel eens een koortslip gehad.
Maar legde jij het dan niet goed uit of snapte ze het gewoon niet? Ik denk dat ze het niet snapten. Ze waren natuurlijk bezorgd, maar ik denk dat heel veel mensen het niet snapten. Omdat, je hoort het niet zo vaak. Dus ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn die dan begrijpen hoe ernstig het kan zijn voor iemand om dat te horen. Je bent inderdaad een soort van levenslang ziek, maar dan ook nog eens bij je vagina. Weet je wel, voelt dat ook niet een soort van extra smerig of zo, ook over jezelf? Ja, absoluut. Ik voelde me heel smerig op dat moment. Hoe ging je daarmee om? Ik weet dat ik echt nachten niet kon slapen. Een soort van, ik was alleen maar bezig met aan het rennen ervoor, wegrennen ervoor, in plaats van er echt mee dealen. En ik was alleen maar bezig met andere informatie tot mijn eigen maken en bezig zijn met plaatjes kijken op het internet en alles om gewoon te begrijpen wat er nou aan de hand was. Maar dat maakte het niet heel veel beter. Daar voelde ik me inderdaad ook wel de hele tijd heel erg hopeloos. Want wat zag je dan een beetje online? Ja, ik denk dat met alles als je op Google plaatjes kijkt, dat zijn nooit de smakelijkste plaatjes. Dus echt, ik raad het iedereen af om dat te doen. Een deel van mijn lichaam begon ik echt te verafschuwen, zeg maar. Dat is heel raar als je een deel van je lichaam soort van zo haat. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Maar hoe kwam je door die dagen heen dan? Het hielp dat op een gegeven moment de pijn wegtrok, waardoor ik op een gegeven moment merkte dat ik er een beetje wat milder in stond. Die pijn en de koorts die ik had, die waren zo overnemend ook geweest over de afgelopen dagen, dat je ook best wel een beetje bijna tot waanzin wordt gedreven. Ja, want je kreeg ook koorts. Ja, en hele heftige koorts. En de pijn ging de eerste paar dagen, werd het alleen nog maar erger, omdat het natuurlijk ik veel te later achter was gekomen wat het was. Dus ik ben zelfs nog flauw gevallen omdat ik op de wc zat en over de open wondjes had heen geplast. En dat die pijn gewoon niet te verdragen was. Toen viel je gewoon op de wc flauw? Ja. Omdat het gewoon te veel werd? Ja, en dat was echt wel heel gevaarlijk. Want ik woonde toen ook in een huis waar ik niet echt mensen kende. Dus ik had daar makkelijk gewoon een hele nacht kunnen liggen. Uiteindelijk heb ik er best wel lang gelegen, maar werd ik gelukkig zelf wakker. Maar echt een dieptepuntje, dat je zo tering veel pijn hebt, dat je er zelf overheen pist, dat zoveel pijn doet dat je flauw valt. Ja. Heftig. Alleen dat was wel ook soort van waar ik blij ben dat ik doorheen ben gegaan. Want op een gegeven moment toen dat over was, dan was het contrast ook zo groot van, oh, maar dat is dus niet altijd zo. Toen je net die diagnose had gehad, toen heb je dus een zalf gekregen. Die heb je erop gesmeerd. En hoeveel dagen had je daar dan nog last van? Ik denk dat het bij mij 10 dagen nog heeft geduurd daarna, totdat de blaasjes echt weg waren. Ja. De pijn heeft denk ik nog 5-6 dagen geduurd. Maar die zalf die heeft wel echt geholpen om groot een gedeelte van de pijn een soort van te kunnen indammen. Dus dat was wel heel fijn op een gegeven moment. Maar hoe ging je er dan mee om dat dus niemand dat goed snapte waar je doorheen ging? Ik ben iemand die wel graag praat, dus uiteindelijk was ik er vrij open over. Maar een van de fijnste dingen die ik me ervan herinner was dat toen ik weer terugkwam op werk, dezelfde collega die mij had aangeraden om naar de dokter te gaan, dat ze me apart had genomen en zei, hey, ik wil je hier eigenlijk wel bij helpen, want ik heb hetzelfde meegemaakt. En zij gaf me toen wat tips hoe ik zeg maar vanaf dat moment verder moest gaan. Want zoals ik al zei, de pijn was wel over. Maar ik dacht nog wel de hele tijd ergens in mijn achterhoofd van, ja, maar ik heb het wel voor altijd. Dus ja. Wat betekent dat? En zij was wel de eerste met wie ik toen daar eventjes over kon praten. En dat hielp toen best wel. Ben je altijd besmettelijk? 97% van de tijd ben je het niet. Maar dat is heel lastig om te weten welke 3% je het wel bent. En je bent gewoon moet heel erg bewust ervan zijn wanneer je besmettelijk zou kunnen zijn of zou kunnen worden. Dus bijvoorbeeld na een festival, ja, dan moet je wel extra opletten. Want als we gewoon heel even de basics pakken, herkennen, voorkomen en genezen. Hoe herken jij het? Ik herken het doordat mijn huid begint te tintelen. Of dat ik merk dat mijn klieren opzwellen. Dat kunnen mijn klieren hier zijn of bij mijn liesen. Of ik herken het bijvoorbeeld aan een bepaald onderbuikgevoel. En dat is heel raar. Een soort van laagzittende druk. Dat herken ik ook wel. En dat is ook wel heel lastig, omdat zeg maar bij mij af en toe de herpes samenging met mijn ongesteldheid, omdat je dan echt een dip hebt in je immuunsysteem, dat die dingen soms wel tegelijkertijd vielen. Ja. Ja. En hoe voorkom jij het? Gezond leven. Ik heb altijd een crème in mijn tas zitten. Gewoon altijd zit er een koortslipcrème in mijn tas, waardoor ik op het moment dat ik ook maar denk dat het iets zou kunnen zijn, meteen begin de huid in te smeren, waardoor je eigenlijk het voorkomt dat het zich kan uitzetten. Maar ja, voorkomen is er gewoon. Ja. Ja. Je kan er dus eigenlijk, je kan zo gezond mogelijk leven, maar zelfs daar komt het dan nog wel eens doorheen? Of is het, komt het bij jou alleen als je weerstand laag is? Ik denk dat dit echt iets is wat je op een gegeven moment je lichaam ook een beetje moet gaan vertrouwen.
bij mij is het nog nooit fout gegaan. Maar ja, ook in hoe ik het heb gekregen, als het niet zichtbaar is en het gebeurt. Ja, dat is wel heel erg kut. Hoeveel uitbraken heb je gehad sinds je diagnose? Ik heb denk ik 4 keer, 5 keer er nog last van gehad sindsdien. Maar ik weet helaas ook wel van mensen die daar elke maand last van hebben. Ja, dus dat is ook per persoon echt zo verschillend? Nou ja, voor sommige mensen zit dat gewoon wat ingewikkelder. Helaas. Kan je een beetje naar de toekomst kijken, zeg maar, hoe dit hierin zou gaan? Nee, en dat vind ik soms wel lastig. Een van de dingen die mijn gynaecoloog ooit tegen mij heeft gezegd is, je moet erg opletten met het krijgen van een kind. Nou, dat was heel raar, want ik snapte niet hoe dit in verstandhouding had met kinderen krijgen. Het heeft er gewoon mee te maken dat je kind geboren kan worden met een actieve versie van het virus. En als je weet al wat het bij een volwassen persoon kan doen, op het moment dat dat niet goed wordt onderschept, zoals bij mij bijvoorbeeld, dan kan ik me ook voorstellen dat het voor zo'n klein kindje heel gevaarlijk kan zijn. Ja. Maar ja, dat zijn gewoon heel veel dingen waar je dan op een gegeven moment wel over na kan gaan denken. Ja, maar wat je moet je ermee? Ja, je weet het toch niet. Hoe was de eerste keer seks na de diagnose? Het was, ik denk 4 maanden daarna. En dat was echt heel gek. Ik weet wel dat ik bij die jongen op de bank zat en ik begon ineens te huilen. En hij zat echt, wat is hier aan de hand? En ik blurde het tegelijk uit van, ja, ik weet helemaal niet of het veilig is om seks met mij te hebben, want ik heb herpes. En ik denk dat de jongen echt een soort van hartverzakking kreeg. Die zat me een beetje aan te kijken en die zei, maar dat is toch helemaal niet erg? En je hebt er nu toch geen last van? Ja, ik kan me er eigenlijk nog steeds niet een beter moment van kunnen voorstellen. Misschien is het niet het meest tactische om meteen zo uit te blurren voordat je met iemand naar bed gaat en huilend op iemands bank zitten. Ja, wees blij dat je het wel ervoor zei. Ja. Ik ben wel blij dat ik het ervoor zei. En dat is ook wel een strategie die ik heb aangehouden sindsdien. En heb je wel eens meegemaakt dat je tegen iemand hebt gezegd dat je herpes hebt en dat ze je afwezen dan? Nee, maar ik heb ook best wel snel uiteindelijk na die eerste ervaring dat ik seks heb gehad een vriend gekregen. Dus misschien ben ik niet lang genoeg in het speelveld geweest om dat te kunnen ervaren. En wat is dan nu jouw tactiek om zo goed mogelijk erin te fietsen dat je herpes hebt? Wat werkt? Dronken zijn en gewoon huilend op iemands bank zitten? Nee. Nee, ja, de tactiek is gewoon heel eventjes het gewoon aanstippen. Wanneer is de laatste keer dat je bijvoorbeeld getest bent? Of zullen we het wel veilig doen? En daarnaast misschien ook zeggen van, trouwens dat je weet, ik heb een keertje last gehad van herpes. Ja. En dan geven diegene ook de keuze om daar dan op te reageren. Maar ik kan me niet voorstellen dat als je er zo eerlijk en rustig en kalm en bijna nonchalant over praat, dat iemand je daarop zou moeten afwijzen. Dat zou helemaal nergens op slaan. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Nou, dat was hem. Hey, hou jij meer van een zoet of hartig ontbijt? Oh, hartig, zeker. Ja, wat eet je dan? Chips, liefst. Chips 's ochtends. Ja, heerlijk toch? Wow. En niet als kater, maar gewoon echt als je... Nou, wel als een kater ontbijt. Nee, als het zonnig is, dan hou ik ook wel van een gepocheerd eitje. Oh ja. Ja. Lekker. Ja, heerlijk.